Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 4 mei van Weerplaza. We hebben dit weekend met heldere en onstabiele lucht te maken. Buien trekken van noord naar zuid over ons land. Tussen de buien door is er ook wel ruimte voor de zon. Vanochtend ligt de temperatuur tussen de 5 graden in Groningen tot 7 langs de kust. Vanmiddag wordt het hooguit 11 graden. Bij buien is kans op hagel en onweer en windstoten. In de zon is het uit de wind best wel aangenaam, maar met de wind erbij is het vrij fris. Vanavond neemt de wind landinwaarts af, de meeste buien verdwijnen en de temperatuur ligt tussen de 5 en de 8 graden. Morgen verandert er niet veel, het is opnieuw wisselvallig met zon, wolken en een paar buien. En het wordt dan 10 tot 12 graden bij een stevige wind vanuit het noordwesten. Maandag is ook nog een frisse dag met hooguit 11 graden en ook dan trekken een paar buien over ons land. Dinsdag is het nagenoeg droog en rustig weer, maar nog wel koel. Woensdag gaat het kwik omhoog, maar het blijft wisselvallig met vooral in de middag regen. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.